Vertrouwen winnen en garanderen is een belangrijke pijler in het rechtswezen. Het is daarom van belang dat advocaten zich volledig committeren aan de afgelegde eed. Zo stelde de president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoulbaks, vanmorgen tijdens de beëdiging van de 5 advocaten Dorini, Pinas, Simison, Shen en Wierman Becham. Rasoulbaks drukt de nieuwbakken advocaten op het hart om hun werk naar eer en geweten te doen. In de praktijk blijkt soms dat er ook in deze professie vaker steken vallen. Echter wijst de president van het Hof erop om nimmer te verzaken in onprofessionaliteit. Wees u ervan bewust dat uw werk als advocaat een grote invloed heeft op het leven van mensen en de samenleving als geheel. Houd altijd vast aan de principes van rechtvaardigheid, integriteit en eerlijkheid. Wees een bron van vertrouwen en hoop voor degenen die uw hulp inroepen en zet uw vaardigheden in voor het welzijn van anderen. Wij twijfelen er niet aan dat u vastberaden bent en met toewijding zult doen wat u zich heeft voorgenomen. Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Alison Frank, voegde hieraan toe dat het voor elke advocaat belangrijk is om rechtvaardige rechtsbijstand te verlenen aan rechtsbehoevenden. De beëdiging van deze nieuwe advocaten is wederom de kans om te werken aan het blijven geven van de voorgeschreven rechtsbijstand, benadrukt Frank. Daarnaast bewegen wij ons voort in een keten van menselijk handelen vanuit medewerkers van de Griffie, het parket, andere advocatenkantoren, klerken, deurwaarders, griffiers en andere advocaten. Een omgeving die voor ons gesneden koek is, maar voor de rest van de samenleving totaal vreemd. Wij zijn voor de rechtszoekende niet alleen de gids en de tolk van een wereld die hen vreemd is, we zijn vaak ook het aanspreekpunt en de vormgever van hun percepties. Een diep gevoel van onrechtvaardigheid kan op de subjectieve rechtspositie gebaseerd zijn, maar evengoed ook op onbegrip dat het met uitgerekend hun persoon zo ver heeft kunnen komen. Een veel eisende, veel schrijvende, veel bellende cliënt kan, compleet met dienstverwachtingspatronen, een plaaggeest worden voor ons en de andere actoren in de keten. Nu de advocaten officieel zijn geïnstalleerd, kunnen zij per heden beginnen met het fungeren in deze nieuwe functie. De nodige officiële stukken zullen worden opgestuurd naar de desbetreffende justitiële instanties.